Landbouw en natuur kunnen goed hand in hand gaan. Om dit te stimuleren moeten boeren goed begeleid worden in het nemen van maatregelen ten behoeve van insecten en boerenlandvogels. Insecten staan aan de basis van de voedselketen. Dus akkervogels, zoogdieren, allerlei soorten zijn afhankelijk van insecten voor hun voedsel. En daarnaast zijn ze ook heel belangrijk voor de landbouw, want ze zorgen voor plaagbestrijding. En als je die hebt op je land, dan hoef je minder gif te gebruiken. Het doel wat we willen bereiken is om partijen samen te brengen die voor natuur gaan, ook op het agrarisch landschap. En het tweede doel is dat wij naar een kringlooplandbouw toe willen waarbij boeren een goede prijs krijgen voor een eerlijk product. En dat kan uiteindelijk die natuurmaatregelen ook betalen. Kringlooplandbouw vind ik belangrijk om zelf mijn voedsel te produceren, een eerlijk stukje vlees te produceren. Ook voor klimaatverandering, mijn bodem in orde te hebben. Betere productie van de gewas heeft ook te maken met een ruime bouwplan. Ook dat ik meer insecten in mijn omgeving heb, wat ik minder hoef te bestrijden tegen luis en rupsen. De kevenbank, de wintervoederakker, de bloemenblokken maken dat mogelijk. En dat is ook een mooie bijkomstigheid, want dan kan ik zelf weer opvoeren. Een mooi voorbeeld van een samenwerking tussen boeren, Brabants landschap en vogelbescherming is het Partridge project. In 5 landen worden er in 10 demonstratiegebieden maatregelen getroffen, wat direct leidt tot 30% meer biodiversiteit. Uit het insectenonderzoek blijkt dat het aantal insecten door deze maatregelen al 8 keer hoger is dan de percelen in Genderen. Voor de patrijs hebben we een andere telling. En nu al blijkt dat het aantal territoria met maar liefst 20% is toegenomen. Nou, iedereen kan iets doen voor de patrijs. Je kan tellingen doen, je kan maatregelen nemen of de juiste streekproducten kopen.